Moet je opletten, hè? Komt straks Willeke. Ja, dat weet ik, weet je wel. Want ze hebben hier nog even een trui uitgezocht. Voor die scène, voor die skits. Met mevrouw Bloemen. Maar dat weet hij niet. En dan gaat hij heel cool reageren, dat weet ik zeker. Want hij is een professional. Maar het is zijn vrouw. En dat weet hij niet. Moet hij luisteren? Nou, heb ik zo ontzettend hysterische klant zitten in de postkamer. Ik word er helemaal gek van. Ze is bezig met een trui te passen voor de man of zo. En ze kan er niet uitkomen. En ze zegt dat ik ook helemaal niks goed heb. Ze hebben al die rek, heb ze al geprobeerd. Ken u die? Nee. Nee, natuurlijk niet. Het is zo'n gooise kaktrut. Weet je waar ik zo'n bloedhekel in heb? Heb je toen bloedheid dranken van die gooise kaktrutten? Nee. Oh, nou, zeg zo'n wijf, weet je, met zo'n creditcard ook rond te slingen, weet je niet, weet je wel? En zo van, als ik een creditcard heb, mag ik iedereen beledigen, ken je die? Nee. Ik bedoel, zo'n vrouw die soms zegt die zo'n man heeft, weet je wel? Dat nee. Denkt dat zij ook wat is, die kennen niet. Nee. Wilt u er ook niet even helpen, alstublieft? Nee. Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, ik ga er helpen, maar het is op uw risico, hoor. Want ik grijp dan het bloed onder mijn naam, als ik zweer het. U vindt het niet erg? Nee. Oh, oké. Nou, daar gaat hij dan. Ja, hallo, zenuwenwijf, komt er maar uit met dat passen. Hallo! Zo, duurt even. Ja, ze is echt uren bezig. Je wordt er gek van. Hallo, waar zit ze nou? Ik zit vast. Ze zit vast. Jezus, coleren. Oh. Ik heb een lusje gezien. Je hebt een lusje gezien? Dat is ze. Vindt u vreselijk? Nee. U kent dat type niet? Nee. Nee. U hebt een lusje gezien. Zullen we deze dan maar doen? Is niet goed. Nee, dat lusje. Ik heb een lusje gezien. Ik denk niet dat ik hem neem. Ziet u een lusje? Nee. Nee, ik zei, hij ziet ook geen lusje. Hier. Oh god, een lusje. Nou, dan knippen dit er toch lekker uit. Zo. Zo. Lusje is weg. Zo. Nou, zal ik hem gelijk inpakken? Nee. Nee, de chef. Dat is toch niet normaal? Nee. Is al uw personeel zo? Nee. Doe er dan wat aan. Man. Nee. Nee. Hij zegt nee. Dus zo laten we maar. Nou, ik had liever een gehad met een V-hals. Dus. Oh, ze wil er een met een V-hals. Nee. Ja, vindt het zeker even niet erg als u hem vasthoudt? Nee. Goed zo. Zo, V-hals zei u precies. Hoeveel geld had u hem gehad willen hebben? Zo, vindt u het zo mooi? Is toch goed, baas? Nee. Maar baas, nou, ik dacht ook aan een paar korte mouwen. Liever een trui met korte mouwen. Zullen we gaan korte mouwen? Vindt u zeker niet erg, baas? Nee. Baas vindt het ook niet erg. Korte mouwen voor mevrouw. Komt er aan. Zo, dus nog een stug truitje, wat u wil. Vindt u nog wat, mevrouw? Nou, ik bedenk mij opeens dat ook deze trui neem ik niet, want mijn man houdt veel meer van een blauwe trui. Oh, nou, dat is geen enkel punt, hoor, mevrouw. Korte mouwen, veehals, blauw, zei u niet, mijn man. Kun u hem misschien even op tafel leggen? Nee. Nou, dan moet u hem vasthouden. Oh, wat een pech. Zo. Dat is toch een hele mooie blauwe trui, niet dan voor meneer? Zo. Tata. Zo, nou is het klaar. Dan wil ik er niks meer over horen. Ga ik hem helemaal inpakken, niet dan? Ja, dan zo. Dan kun je hem gelijk meenemen. Nou. En dan opholten. Nou, of eerst betalen bij hem graag, als het even kan. Ik weet het eigenlijk niet. Meneer de chef. Ja, chef. Als u mijn echtgenoot zou zijn en u kreeg dit voor uw verjaardag als cadeau en u weet dat het met veel liefde is uitgezocht. En je mag alleen maar nee zeggen. Zou u dan weigeren? Nee. Maar leuk, hè, die jonge mensen, vind je niet? Hij was helemaal in de war. Vergeet hij helemaal zelf bedankt te zeggen. Vind ik zo lief. Ja, je bent jarig. Cadeautje. Cadeautje. In de grond. Dank u wel.